Like challenge. Elke like maakt mij 1 jaar ouder. Hoe oud kunnen jullie mij maken? Vandaag leef ik het leven in Roblox andersom. Achterstevoren. Dus ik ben zeg maar eerst... Bruh. Ja, ik lig hier beneden. En bij deze heb ik een roos. Voor mezelf. En ik vind het een beetje eng, maar ja, we leven het achterstevoren, dus ik ben een skelet. Dus eigenlijk worden we iedere keer jonger. Dat is best wel een soort van leuk. Net leefden we niet meer, nu zijn we een opa en we gaan helemaal door tot onze geboorte. Ik bedoel, normaal word je geboren en dan word je steeds een stukje ouder. Maar we zijn hier in mijn mooie opa-huis en ik ben op zoek naar mevrouw. Mevrouw is super aardig. Haar naam is... Ik durf haar naam niet uitspreken. Oh, ja, dat is er. Dat is mijn Roblox-vrouw. Uh-oh. Stel voor iedereen zou in het echt het leven achterstevoren leven. Dat je zeg maar op aarde komt als een oud iemand en dan steeds jonger wordt. En dan de laatste dag dat je leeft, Gucci Gaga. Nou ja, ik ga me verstoppen voor mijn Robloxvrouw. En van opa gaan we naar volwassenen. We zijn nu 40. Dit is ons huis en we zijn denk ik net verhuisd, want er liggen hier allemaal spullen voor de deur. En ik ben best wel benieuwd, waar werk ik? Oh nee. Ik woon tegenover een super luidruchtige buurman. Hoor dat geluid. Hij is muziek aan het draaien. Laten we klagen. Ik ben volwassen trouwens. Dus ik heb een baard. Wou ik even zeggen. Oké, we hebben hier... Ik loop ook gewoon bij iemand naar binnen. Ik loop gewoon zonder aan te bellen bij iemand naar binnen die ik niet ken. Ik heb een sleutel. Daarmee kunnen wij volgens mij deze deur hier openen. En dan kunnen we naar binnen in een kamer waar ik nooit ben geweest. Er is een stapelbed. Ik zou hier kunnen slapen. Maar we zijn hier om te klagen. Oké, we gaan naar beneden. Wie woont hier? Hallo? Is daar een persoon? Van wie is dat bed? Ik wil erin liggen. Nee, dat kan niet, want we zijn zometeen een tiener. Want we leven achterstevoren. Dus we zijn niet volwassener zometeen, maar juist jonger. Volgens mij is er iemand in deze kamer. Oh my gosh, wie ben je? Dat is Hello Neighbor. En ik ben af. Sorry meneer de buurman, laat me met rust. Ik wou je alleen vragen het muziekje zachter te zetten. Oh nee, hij staat op mijn hoofd. Het is tijd om ouder te worden. Of eigenlijk jonger. Het is zo verwarrend dit. Nee, nee. We zijn een tiener. En wij hebben hier... Gravity. En volgens mij kunnen we allemaal dingen tekenen. Lol. Ik zie er best wel badass uit. Ik heb een baconketting, een zonnebril, een hanekam, altijd gehad. En natuurlijk mijn fresh outfit. Ik ga een gave tekening maken. En jullie mogen raden in de comments wat het is. Wat, oh wat, gaat dit worden? Het tweede gedeelte. Dit kan er ook nog wel bij. Hupsakee. Bijna klaar. Laatste stukje. Zo. En hier nog. Spam in de comments. Wie of wat heb ik getekend? En voor 100 Robux. Regenboog Gravity. Dus stel voor ik wil... Oh my gosh, wacht, wat? Het werkt niet helemaal. Het blijft letterlijk niet op de muur zitten. Oh. Het was serieus best wel cool geweest als je hier echt mee kon tekenen. Nog één iets dan, ronde 2. Oké, dit kan een beetje lastig worden. Ik denk dat niemand deze gaat raden. En dat vooral omdat het er nog niet echt op lijkt. Maar misschien dat iemand het goed heeft. Wie of wat ben ik hier aan het maken? Oké, hupsakeetje. Kleine tip, hij is vaak met iemand anders. Oeh, dit lijkt er echt niet op. Maar het is lastiger dan het lijkt. We kunnen een skateboard kopen. Dude, dat is zo handig. En over skaten gesproken, misschien heb ik wel een goed idee. We zitten letterlijk in een skatepark. Oké, daar gaan we. Kan ik door de ster heen? Dat was best wel netjes. Wow, oké. Dit gaat serieus beter dan ik dacht. Ik ben nog steeds een tiener en zometeen word ik jonger. Ik wou zeggen ouder, maar... Het gaat natuurlijk allemaal andersom in dit Roblox leven. Wacht, kunnen we niet zo'n halfpipe doen? Oké, wacht, eerst deze helling. Oh, stel, ik zou dit zo eng vinden in het echte. Oh, ik ga hier een sprong over deze helling maken. Let's go. Oké, let op. Dit is wat ik bedoel. 3, 2, 1... En het is zover, wij zijn nu een kind. We zijn 12 jaar oud en we zitten in de klas. De vraag is alleen, zijn we een brave leerling? Ja of nee? Voor 100 Robux maken we de vloer van lava. Oh my gosh. Oh my gosh. Yes. Het is leuk om een kind te zijn. Alleen, zometeen worden we niet ouder, maar juist jonger. Dus misschien wordt het dan nog leuker. We kunnen een babyfeestje geven. Dat is goed, dan weten we alvast hoe het is om een baby te zijn voor straks. Yes, 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 yes. Oeh, oeh. Yeah. Zo droog. Oké, wacht, er is nog meer. Ik wacht even tot het dansen klaar is, dan kan ik de volgende kopen. Een tornado voor 100 Robux. Oké, let's go. Dat klinkt als Sirenet. Het is helemaal donker. Iedereen schreeuwt. Ah! Kijk buiten. Maar wacht, wat gebeurt er als we buiten zijn en ik doe dat? Want volgens mij kunnen we naar buiten in dit... Oké, weet je, laten we dat niet doen. Laten we dat vooral niet doen. Ik bedoel, we zijn een kind, hè, dus we hoeven niet heel verantwoordelijk te zijn. Maar dat is wel misschien een beetje extreem. We zitten er ook zo droog bij. Oké, wacht, er is nog één ding. En dit is mega duur. Maar voor 300 Robux. Wat gebeurt daar? Voor 300 Robux kunnen we iedereen een minuut lang naar de wc brengen. Oké, let's go. Gaat echt iedereen? No way. En we kunnen ook iedereen een poepie laten doen voor 100 Robux. Ja, dat is het perfecte moment om op het toilet te doen. Oké, 3, 2, 1, let's go. Gaat het werken hier? Wow, een kind zijn is tot nu toe het leukst. Ik bedoel, een opa zijn tussen granny is niet zo chill, maar dit wel. En wat nou als we ratten laten aanvallen voor 69 Robux? Oké, ratten attack. Oh, snap.
Maar er is niemand in de klas, right? Dus op zich, niemand heeft hier last van behalve de juffrouw. Kijk dan, er is niemand in de klas. Alleen de juffrouw. We hebben ratten op haar afgestuurd terwijl we met z'n allen op het toilet zitten. Oké, weet je, hoe lang ik ook nog graag een kind zou willen blijven in Roblox, we gaan verder. Of tenminste, ik wil nog één ding doen. We kunnen een alien spawnen voor 49 Robux. Oké, let's go. No way. No way. Oh, er is daar een alien. En die zegt, waarom zijn jullie op school? Wat? Waarom? Oké. Dit is het moment om weg te gaan. Kinderen houden van speelgoed. En wij zijn het nu zelf. Ja, meer kan ik niet zeggen. We hebben onszelf letterlijk veranderd in speelgoed. En we kunnen... Dude, deze hele wereld is van speelgoed. En voor 50 Robux kunnen we een hamsterbal kopen. Dude, dat is geniaal. En in deze hamsterbal kunnen we heel de speelgoedwereld door. Gast. Eigenlijk is dit best wel geinig. Als we het in de juiste volgorde hadden gedaan, dan waren we in het begin van de video een kind. En dus nu waarschijnlijk al een opa. Maar nu krijgen we juist het leukste als laatst. En we kunnen voor 100 Robux een superheld zijn. Maar natuurlijk. En wat gebeurt er als ik een superheld ben? No way. Dude, we zijn mega snel. Wauw, dit is amazing. We kunnen letterlijk vliegen omdat we een superheld zijn. Oh, er is hier een computer, dat wou ik even zeggen. En we zijn dus letterlijk speelgoed. Daarom is alles zo mega groot. Onze superkrachten gaan weg. En we gaan naar beneden via dit autootje. Boom! Op het keyboard. Dit is niet best. Oké, ik ga weg voordat ik dingen sloop. Sorry. We zijn nog steeds een kind. En daarom zijn we in een speeltuin. Oh my gosh, ik word door iemand opgetild. Nee, ik ben geen souvenir. Wegwezen. Oké, er zijn verschillende dingen die we kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld de helikopter. Waardoor we kunnen vliegen. Omdat we met onze armen wapperen. Stel voor dat zou je dat echt kunnen. Je zou letterlijk gewoon uit je klaslokaal kunnen ontsnappen. We kunnen dit doen. Dat is een poepie. Oh my gosh. We zijn letterlijk poepjes aan het laten in de speeltuin. Het is amazing. Ik ben wel benieuwd. Zouden we hierna een baby zijn? En daarna geboren worden? En we kunnen ook op dit vliegtuigding drukken. En dan kunnen we letterlijk vliegen door onze armen te spreiden. Wauw, als mensen dat in het echt zouden kunnen, zouden er letterlijk geen vliegtuigen meer nodig zijn. En inderdaad, we kunnen mensen optillen. Maar wacht, kan ik dus letterlijk deze dame hier optillen? Nee, kan ik jou optillen? Oh. Kunnen we ook iemand optillen die mega groot is? En daarover gesproken, hoe worden we mega groot? Op deze manier. Eén druk op de knop. Oké, wacht. En wat kunnen we hiermee? We kunnen onszelf in de brand zetten. Er is daar een kikker. Waarom is daar een kikker? We kunnen 200 muntjes halen voor 160 Robux. En daarmee kunnen wij een vogel zijn. En poepjes laten op mensen. Kijk, ik ben letterlijk... Oké, wacht. We gaan boven iemand hangen. En... Dit is zo erg. Oké, dit kostte me 160 Robux. Maar ik heb nog nooit zo'n goede aankoop gedaan. Kijk me dan. Ik ben echt een vervelend kind. Maar hey, we hebben het verdiend. Toen we net een opa waren, moesten we met granny leven. Het is zo raar om andersom te leven. Dit is letterlijk alsof je 's ochtends gaat avondeten en 's avonds gaat ontbijten. Het klopt gewoon niet. Ik ga mijn territorium afbakenen door hier een poepje te laten. En oh my gosh, we zijn een baby. We zijn niet net geboren, I guess. Dat is misschien een paar maanden. Maar dit is letterlijk de daycare van Sundrop en Moondrop. Wat letterlijk creepypasta zijn. En oh, nou, dit is zo eng. We gaan door de glijbaan. We zitten in de ballenbak. Dit is normaal het moment waarop Sundrop van het podium komt. Oh, dit is eng. Oké. Maar goed, ik wil eigenlijk gewoon weggaan. Ik wil gewoon weten wat hierna gebeurt. Again, we doen alles achterstevoren. Dus we worden nog jonger dan we nu al zijn. Maar wacht, wat zit hierachter? Er is hier namelijk een knop en... No way, we kunnen ons veranderen in Sundrop of Moondrop. Oké, spam in de comments. Zon of maan. Ja, ik ga voor Sundrop, want die is wat minder eng. Kan ik nu ook Moondrop zijn? Ah, nee, dat niet. Oké, wacht. Ik wil toch even Moondrop zijn. Oh, dat is zo creepy, dude. En we zijn op het podium en we springen in de ballenbak. En ja, het is zover. We zijn net geboren. Het leven andersom leven is echt raar. Maar wacht even. Wij hebben de poppen-outfit uit Squid Game. Dus eigenlijk was het al die tijd het leven van de Squid Game pop. Oké, we moeten nu iemand vinden die voor ons wil zorgen. Er zijn hier Minecraft-items. En voor 500 Robux, bye now, kunnen wij... Bam! Steve uit Minecraft zijn. We zijn letterlijk een Steve-baby. En is dat nou een baby die ons vasthoudt? Een baby die een baby opvoedt? Dat lijkt me geen goed idee. Ik wil dat deze doepen meeneemt. Neem mij mee. Meneer Bacon Hair. Hij heeft geen zin in mij. Ik snap wel waarom. Ik zie er super creepy uit in dit kostuum. Oh, dit meisje is aan het huilen. Boeit me niet. Ik ben een baby, oké? Ik mag een beetje gemeen zijn. We zitten letterlijk in een babyautootje. Alleen, er moet toch iemand zijn die voor ons wil zorgen. Mevrouw, mevrouw, zorg voor mij. Ik moet een poepiepapje doen. Nice. Ze heeft... Oké, ik ben echt benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Als het goed is, werkt zij hier. Ze weet letterlijk niet wat ze moet doen. Oké, als ze niet binnen 3 seconden ergens naartoe gaat, spring ik weg. Oh, nou, ze liet me vallen. Nee, dat is niet cool. Er zijn zoveel baby's die huilen, mevrouw. Red mij. Ik wil terug naar Minecraft. Oké, ze heeft me gepakt. En ik zit op haar rug. Ik zit letterlijk op een trampoline. Ik weet niet of een baby alleen op een trampoline hoort te zitten, maar... We doen...
We hebben een Lambo. We zijn letterlijk een baby in een Lamborghini. Dit is een Minecraft huis. Eigenlijk hoor ik hier. Kunnen we gewoon naar binnen rijden? Nee! Hallo dames, willen jullie daten? Ik ben de coolste baby in het speelplein. Abonneer voor meer en adios.